Welkom weer bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag speel ik weer Leeuwarden en vandaag ga ik weer op dienst als Komar, dit keer in de Mercedes H-klasse. Vind je deze video nu al leuk, druk dan ook al zeker op dat blauw duimpje omhoog en abonneer ook zeker en dan zeg ik let's go. We hebben weer een melding binnen. Locatie Komar Base, een dansparty op de Komar Base met drugs. Oké, we zijn gearriveerd. Kijk wat hier de situatie is. Parkeren. En er komt hier weer een enge FRP'er. Er wordt een collega ontvoerd. Ik verzoek. Ik ga één keer zeggen aan die meneer dat hij trein moet verlaten. En anders wordt hij aangehouden. Ik ga zijn auto. Oh, joh, die Mercedes deed echt heel tof. Oh, haalt zijn wapen uit. Nu gaan we natuurlijk aanhouden. Oh mijn god. Zien hem alleen. Oh, je taser hem. Heerlijk. Oké, dan is dit hier ook opgelost en gaan we nu als assistentie bij die achtervolging, of ja, bij die, er is een brandweer ontvoerd. Dus, en de laatste locatie was snel buitenbaan, dus daar gaan we een keer gaan kijken als we iets zien en anders help de achtervolging. Ik zie daar een auto staan met een rood naampje. Dus dat zal dat zijn waarschijnlijk. Oh, hij reed ook al gelijk door omdat hij ons hier afkomt. Oké, nu gaan we quick action doen. Achtervolging. Dan gaan we nog niet bevestigen. Pas hier. Richting Houten. Oké, dan gaan we hier bevestigen. Oh, hier zijn. Hier is hij gecrashed. Oh. Er staat een auto in die auto. Gaan we de BTGV uitvoeren. Handen laten zien. Armen en benen spreiden. Wow, plus krijgen we 3 nieuwe meldingen. Top. Haalt uit auto. Duwt thee van mond af. Oké, dan kijken we keer welke nieuwe melding dat we hem gehad. Ergens bij jullie trainen kom jullie zoeken en vermoorden. Alles is verder oké. Hier de verdachte wordt meegenomen door de verkeerspolitie. En degene die gehijzeld was, die wordt ook zo aangesproken om te kijken als alles goed gaat met die. Dus dan kunnen wij weer verder met onze dienst. Een melding van een ATM-overval. Ja, waarschijnlijk is het hier, want ik zie diegene hier ook al gelijk wegrijden. Nou, onze draaien en. Die staat uit. En het is waarschijnlijk ook die die de ATM overval heeft verpleegd. Yes. Het is hem. Dus die gaan we sowieso aanhouden. Ik weet niet meer. Oh. Ik word random gehazeld. Oké, okay, dat gaan we maar meedoen zeker. Normaal moet je toestemming vragen, maar ja. Ik vind ook zo'n regel van dat we niemand heizelt worden, snap je? Maar ja, we doen gewoon mee voor de roleplay. Is altijd wel leuk. Oké, we zijn hier gestopt. We zijn nu helemaal in Houten. Kijk wat hij wilt. Tegen de muur.
Ik weet niet. Oh, dat is zo'n manneke die mensen hazelt om geld te krijgen. Ik heb geld niet bij me nu. En op je telefoon. Jij hebt al mijn spullen afgepakt. Ook. Heeft telefoon terug, kijk mee. Ik heb hier geen bank. Oké, instappen. Nu moeten we weer in de auto. En kijk waar die ons naartoe gaat voeren. Oh, kijk. Hier is er al verkeerspolitie. Kijk, en als die ons gaat opmerken. Hopelijk wel. Oh, hij zit vast. Hij heeft al een stopteken. Kijk, hij stopt gewoon. Ik zeg gewoon help. Hij heeft geen tape of zo op mijn mond gedaan. Kijk, hij heeft ook al in de portal gezet dat er een achtervolging is. Dus dat is helemaal top. Nou, hier velen hebben wel vanaf komen, hopelijk. Ja. Hij is gecrashed. Oh, joh. Ja, joh. Dit is mooi hoor. Geen. Oh, joh, die lijkt. Voor het neerschoot. Ik bedacht een neer, hij trok vuurwapen. Zo, dan is hij. Ja, dan is alles goed afgelopen. We gaan botsen hier eigenlijk met de 200 km per uur op elkaar. En ik ben ook geraakt, maar ja, er is geen ambulance, dus dat gaan we ook wel niet doen alsof we een kogel in ons hebben. En dan gaan we nu gewoon respawnen. En dan ga ik hier ook de video afsluiten. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zo ja, druk dan zeker wat een blauw duimpje en abonneer ook zeker. En dan zeg ik later.